Maar je zit 9 maanden op de stoel, nu inmiddels bij MVO Nederland. Hoe gaat het en hoe bevalt het? Nou, het bevalt heel goed. Ik vind het heel gaaf om met een netwerk van meer dan 2000 bedrijven dagelijks te werken aan het versnellen van de verduurzaming. Dat is eigenlijk onze missie. Dat doen we door bedrijven bij elkaar te brengen op allerlei manieren. We werken in coalities, in netwerken, we doen expedities. En eigenlijk allemaal om te zorgen dat we concrete resultaten halen in het verduurzamen van bedrijven. En nou, we hebben hier goede voorbeelden aan tafel. Maar dat doen we in de regio op allerlei plekken om te zorgen dat dat sneller gaat. Ja, 100% klimaatneutraal, dat is even de toekomst. Hè? Hoe gaan jullie dat doen? Want daar is natuurlijk wel wat voor nodig. Ja, en dat is op zich een containerbegrip, want klimaat is meer dan CO2-uitstoot. Er zijn concrete doelstellingen te verbinden aan die CO2-uitstoot. Dus dat doen we om het simpel te maken, maar betekent eigenlijk nog veel meer. Nou, op allerlei gebieden zijn er invloeden vanuit het milieu. En dat doen we door eigenlijk heel concreet te meten wat er op dit moment aan uitstoot is. En dat jaarlijks bij te houden. En nou staat er inderdaad een doelstelling voor 2050 om echt 100% CO2-neutraal, klimaatneutraal te ondernemen. En dat betekent echt dat we vandaag actie nemen. Want er is ongelooflijk veel te doen op dat gebied. Dus in die zin is uitstel niet mogelijk. Als we niet vandaag al beginnen, dan zijn we gewoon te laat. Ja. De aarde warmt op, weten we allemaal. Er is een klimaatakkoord gesloten in Parijs 1,5 jaar geleden. En dat betekent eigenlijk dat we als Nederland echt vaart moeten maken om onze koploperspositie in dat ondernemen ook te behouden. Ja, want is Nederland nog steeds goed koploper? Kunnen we dat een beetje bijhouden? Op bepaalde thema's wel. Bijvoorbeeld op circulair. Nederland is als een van de eerste begonnen met afvalscheiding en op circulair. Wat eigenlijk betekent circulair? Betekent dat je geen afval produceert. Hè, dat alles opnieuw hergebruikt wordt. En feitelijk is het zo dat we niets meer zouden hoeven te produceren als we alles opnieuw gebruiken. Kan dat? Dat kan nu al. Maar zoals je weet onttrekken we voortdurend nog grondstoffen aan moeder aarde. En we hebben maar één wereldbol. En we onttrekken op dit moment te veel. En dat betekent dat we met bedrijven kijken hoe we dat proces kunnen doorbreken. Dat we minder onttrekken aan die aarde en dat we spullen hergebruiken en dat we zorgen dat we de goede kant op gaan. Want dat is echt heel hard nodig. En met dat netwerk van die 2000 bedrijven, dat zijn eigenlijk allemaal koplopers, de voorhoede, partijen hier aan tafel ook, die zorgen dat het de goede kant op gaat. Maar er moet echt veel gebeuren.